Hoe doe je dat nou, biografie schrijven? En ik wil jullie meenemen naar de afgelopen 3 jaar. Van mijn en Hans leven. En jullie de iets aangepaste versie die ik schreef voor een column van het Achterhoeknieuws voorlezen. Heet Gas erop. Het is heet, mokerheet. En ik zit binnen. In mijn hoofd is het een chaos en ook mijn lijf werkt niet mee. Maar ik zeur niet, want ik ben zelf in het diepe gesprongen. 3 jaar geleden reden we na een rock'n'rollavond met de Magnetic Spaceman, een punkrock trio uit Tuk, terug uit Horen. Johannes praatte 100 uit over zijn avontuur in de rock'n'roll en hoe hij de kunst jarenlang had gemist. Maar ook zijn door reuma geteisterde lichaam dat met de dag vergroeide. Eigenlijk zou iemand dus al je verhalen moeten opschrijven, op ik in al mijn enthousiasme. Zal ik het doen? Ik durfde te vragen, omdat ik een tijd voor de Shavers had gewerkt, als merchandiser, en ik hem beter had leren kennen. We zouden er een nachtje over slapen, want goed beschouwd wist ik veel. Voor mijn werk op een middelbare school in Alkmaar publiceerde ik regelmatig korte stukken op de website of zo. Maar ja, dat is natuurlijk wel wat anders dan een biografie schrijven. Toch besloten we om samen het avontuur aan te gaan, in het diepe te springen. Er gingen 2 jaar voorbij en de biografie kwam langzaam tot leven. Ik interviewde Johannes, zijn familie en vrienden. De proloog en de epiloog schreef ik als eerste. Dat gaf me houvast en structuur. En als het voor J.K. Rowling werkte, waarom dan niet voor mij? Johannes is een vrouw aan de mix, zouden de biografie pas lezen als het klaar was. Dan had het boek de tijd om zichzelf te vormen. Ik kreeg de beschikking tot de archieven Boomsma. Boodschappentassen vol met krantenkripsels en allerhande memorabilia. Dat was een cadeau, want het grootste gedeelte van zijn actieve leven vond plaats voordat het internet zijn entree maakte in de Nederlandse huiskamers. In het 3e jaar werd Johannes ernstig ziek en begon de tijd te dringen. Gelukkig bereikte ik in december de laatste bladzijde. Johannes en Annemiek waren blij en dankbaar en dat gevoel was wederzijds. Nu mocht ook de wereld het weten. Ik besloot om Gijs Joling van de Zwarte Cross om hulp te vragen. Gijs organiseert en publiceert met zijn feestfabriek op grote schaal en hij is een verbinder. En ik hoopte dat hij me met een geschikte uitgever in contact kon brengen. Een paar weken later reed ik naar de feestfabriek. Gijs had me voorgesteld aan Willy Hermans, eindbaas. Willy Hermans, eindbaas van uitgeverij Hermans. Eindbaas! Beide kerels werkten voor de stichting Pakan. Het is een stichting die ideeën ondersteunt die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek. Willy bleek een nuchtere man met pretogen. Hij wilde het boek graag uitgeven. Ik kon mijn geluk niet op en na ons gesprek belde ik gelijk met Johannes om het goede nieuws over te brengen. Het is inmiddels 24 juni. De publiciteitsmolen heeft op volle toeren gedraaid en met succes, want de zaal zit vol. Top dat jullie er allemaal zijn. Dankbaar. Yeah! Johannes en ik mochten aan tafel schuiven bij de Tieneke Show van Tieneke de Nooi op Radio 5. Ze had in tijden niet zo'n leuk boek gelezen, we waren apentrots. En ook in de gedrukte pers ging het goed. Ik schreef een column voor Achterhoeknieuws. Er bestonden 2 pagina's dik in het Noord-Hollands Dagblad en de Telegraaf. Ik geloof dat er ook niemand van het Parool is vandaag, dus dat gaat goed. En on top of it all mogen we ook nog eens 2 theatervoorstellingen geven op de Zwarte Cross. Want de biografie schrijven, dat doe je niet alleen. Dat is iets wat je samen doet. Dankzij Guido, love of my life, mijn kids en familie, sta ik hier en ben ik wie ik ben. Dankzij Willy en Gijs ligt het verhaal voor altijd vast. Dankzij Willard Mans, de docent die het boek als kritische meelezer redigeerde, leest het boek lekker weg. Dankzij vormgever Wietse Sterk klopt de cover van het boek met inhoud. Dankzij Peter van Elderen. En de Halloweeners en alle mensen en Rootboy en de dikke Dennis vieren we vandaag in Paradiso de 70ste verjaardag van Johannes de Ruijters. Nou, zo gaan
mooie verhalen en de inzet van mensen maakt dat het plaatje klopt. Dat bereik je uitsluitend door aan te pakken, woorden en daden. Dat is pas saamhorigheid, daar kom je verder mee in de wereld. Daar geloof ik in. Ik kan erover meepraten, mijn droom is uitgekomen. Hans, lieve mensen, hierbij wil ik je officieel het eerste exemplaar van de biografie overhandigen. Waar ligt die? Dat wil Willy. En ik heb er nog een klein cadeautje bij gedaan, waardoor het iets makkelijker wordt voor je wordt om die duizenden exemplaren te signeren. Jongens, eerst even allemaal een groot applaus voor Alexandra, die een prachtig op heeft gestaan. Yeah. Voor mij is het heel bijzonder om hier als een Achterhoekse uitgever hier te staan. Maar eigenlijk ook weer niet zo heel gek, want Johannes of Hans is ook wereldberoemd in de Achterhoek inmiddels. Yeah. Als presentator op de Zappenpres. Het is mij dan ook een bijzondere eer om hem nu officieel het eerste exemplaar te overhandigen. Ik doe het zoals Kok me ontdekt heeft. Hier zit ik in mijn rolstoel. De mensen staan voor mij. Een boek komt uit het oosten. En naar het westen toe voor mij. En Sandra, de rock'n'roll dochter, die tippelt rond al in mijn hart. En alles wat hier staat aan muzikanten, die duwen zo meteen op start. En wij rocken mee. En deze mensen zee, krakende knieën, schreeuwen stemmen schor. Want de rock'n'roll Dennis, Pieter, Rootboy, Guido, en nu vergeet ik het nog twee, maar ik ben namen. Die zetten best een beetje voor. Ik kan alleen maar zeggen, en onze Sandra, die heeft echt het gras op een prachtige manier kort gemaakt voor mijn voetjes. Je ik kan bent alleen maar zeggen, dood. Vanuit mijn hart, onwijs bedankt. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel.